Welkom, ik ben Ron Jansen en in deze video laat ik jullie zien hoe je een inliggende wandpaneelplaat maakt. Om te zorgen dat het paneel netjes op een bepaalde diepte komt. En dat heeft ook te maken omdat we aan de achterkant nog kunnen isoleren. Gaan we hier latten aanbrengen. Dit zijn eigenlijk gewoon stukjes afval multiplex op een breedte gezaagd, dit toevallig op 2,5 centimeter. En die lijmen we hier tussen. En dat doen we bij deze lange latten. Doen we alleen maar onderlijmen en alleen maar bovenlijmen. We doen hier niks tussen. En dat doen we expres, want het kan zijn dat als we hier straks de plaat vast gaan lijmen, dus het wandpaneel, dan gaan we die opklemmen en dan gaan we hem ietsjes indrukken. En dan heb je kans dat dan het paneel vervolgens of echt naar buiten wordt geduwd of daarna nog naar binnen wordt getrokken door alle krachten die erop komen. En dat willen we natuurlijk niet, dus we laten dit hier gewoon helemaal vrij. Hier aan de zijkanten doen we wel volledig latjes vastplakken. En in de plaats van één op lange lat doen we hier allemaal korte stukjes. Om een beetje de radius van de metalen band mee te nemen. Voor we beginnen met het lijmen van de latjes, zo voor deze rand. Dat ziet er eigenlijk vol zitten. Omdat het schoon stofvrij is. Ik heb net met een lijmverwijderaar gedaan. We zien hier nog wel wat spuitlijm op zat. Om het veel te plakken. Hier heb ik nu een aantal latjes. Deze latjes oplijmen. Het wandpaneel wat hier komt moet speciaal op maat gemaakt worden. En om dat te doen gaan we daar een bal van maken. En dat kan gewoon uit stukken, soms wel afvalhout. Karton kan ook, maar ik werk liever met afvalhout omdat het toch wat sterker is. En om te beginnen, wat hebben we voornamelijk deze hoeken nodig. We zorgen dat we hier een mal zeg maar maken. En aan de andere kant de mal, dus in deze lijn, die is gewoon recht. Boven bijna ook, in het midden. En dan kunnen we hier een strook maken die je precies langs de rondingen heen laat lopen. En aan deze kant weten we eigenlijk van oké, we hebben alle hoeken, eigenlijk alle maten. Dan kunnen we daar de uiteindelijke plaat van maken. Omdat hier midden net een klein stukje hoger zit, gaan we gewoon hier eigenlijk een losse plaatje op maat maken. Precies de juiste contouren. En die kan ik ook gewoon vast aan de mal schroeven. Dus we hebben hier straks hier een plaat. In de plaat. En dan gaan we eigenlijk gewoon van links naar rechts. En dan gewoon een lat op. En die schroeven we uiteindelijk hier gewoon aan elkaar. Om de hoogte te bepalen van dit stuk heb ik hier gewoon een houtje. En die ga ik hier opzetten. En die ijs begint de ronding. Op. En dan schroeven we
laat het vast en vervolgens druk ik er een ander op. Ook een latje op vastschroeven. En dan kan ik precies daartussen, ja, precies de maat opmeten. Dat ik die hoogte nodig heb. Dan hebben we een strook. Dat is pakweg misschien 20 centimeter breed. Die gaat natuurlijk nooit in de hoek passen. Omdat we dan van deze kant een beetje zo kunnen schuiven. En langzaam gewoon zeggen, oké, we gaan daar eerst een hoekje uithalen. Dan schuiven we iets verderop. Dan gaan we iets mooier het hoekje af. Kunnen we iets mooier het hoekje al aftekenen. Dan zagen we dat af. Dan schuiven we weer iets op. Totdat we hier aan deze kant komen. En dan kunnen we nog één keer helemaal netjes aftekenen. Netjes maat te maken en dan is deze kant klaar. Dat doen we vervolgens ook aan de andere kant. En zo bouwen we eigenlijk de mouw op. Heb ik hier een stukje afvalplaatmateriaal. Ja, je ziet het, dat past er natuurlijk niet tussen. Ik weet dat we hier een kleine rondingje hebben. Hier kan dat iets. Dus. Want tot het begin is niet zo heel nauwkeurig. En dan moet ik daar. Dit doe ik nu, ja, zeg maar grof aftekenen, grof op maat zagen. Ik weet nog altijd dat ik er meer moet afhalen, maar dit is gewoon puur dat ik er iets verder in kan komen. En zo kan ik hem al stap voor stap netjes op maat maken. Ik zou bijna zeggen, hij past er al bijna in. Maar we moeten hem nog mooier op maat maken. En dat doe ik door eigenlijk, ja, ik heb hier gewoon een Timmermans potlood. Die slijp ik of schuren. Ik eigenlijk een soort punt heb en daarmee kan ik mooi zo langs die randen afgaan om het contour over te trekken. Het gaat gewoon als volgt tekenen. Nu is de onderkant in principe voor nu nog wel goed. En dan kijken we naar de bovenkant. Ik zie dat ik hem niet, helemaal mooi in. Dus dat betekent dat ik nog een keer naar het hoekje er iets van af moet halen. Zijn dat de isolatie hier iets te veel zit? Ja, dat dacht ik al. We'll be right back.
deze kant van de mouw is af. Die schroeven nou gewoon even met twee schroefjes vast. In ieder geval met één schroefje. En dan gaan we naar de andere kant toe. Hier in deze hoek hebben we een uitdaging. Er zit een hele leuke hoek die wat lastiger is om te maken. En zoals met de andere kant hebben we gedaan, het is gewoon stukje voor stukje. Vast. En dan pakken we twee stroken, die van links naar rechts, om deze twee dingen aan elkaar vast te maken. En ik weet dat deze lijn recht, deze in principe ook, behalve dat ik hier nog even een extra malletje moet maken, om die inkeping mee te nemen. Ik
top, kan ook gewoon een glasje zijn. Zet ik er tegenaan, ga mijn potlood eronder en ik trek door over. Ik heb hier een lat en dan kunnen we zo van ja, alle delen mee aan elkaar schroeven. Omdat deze best wel smal is, liefst had ik eigenlijk een breder gehad, maar goed, dit was ook een afvalstukje. We zorgen in ieder geval dat we hier genoeg schroeven en draaien. Dat die echt goed vast zit en dat dit deel niet ja, kan torrideren. Zorg ervoor als je deze lat vastschroeft. Geen schroeven achter zitten, waardoor eigenlijk je helemaal blijft vastzitten. Wat wel een beetje lastig los te halen. Dus deze schroeven gewoon even los en die kunnen we later terugzetten. Deze mal is nu klaar en omdat deze contouren denk ik hetzelfde zijn als aan de andere kant, kunnen we deze mal ook meteen gebruiken voor de andere zijde. Dat vind ik wel zo fijn. Is dat in het geval niet zo, kan zijn dat minder smaller is, dan zou je deze mal eigenlijk gewoon kunnen aanpassen. Ja, dus je schroeft het hier los, die kant, en je schuift het stukje gewoon even terug. Want meestal is deze contour gewoon precies hetzelfde als aan de andere zijde. Deze ga ik nu losschroeven, deze schroefjes. En dan ga ik die op een daadwerkelijke plaat overtrekken. Wat ik nu wel heb gedaan, ik heb het contour precies tegen de wand aanzetten. Dan hebben we het voordeel dat het vilt kun je een beetje indrukken. Dus dat vangt eventueel wat speling op. Maar omdat we de plaat uiteindelijk met kunstleer gaan bekleden. Kunstleer is ongeveer een millimeter dik. Dan moet ik de uiteindelijke plaat die hierin komt een millimeter rondom kleiner maken. En dan doe ik dat. We tekenen hem gewoon precies af. En gezien de zaag van mijn decoupeerzaag, pakweg een millimeter breed is, zou ik niet aan de. Als die dus mijn hand de lijn is, dan zou ik niet aan de buitenkant van de lijn, maar dan zou ik aan de binnenkant van de lijn. En zo heb ik precies de platen rondom een millimeter kleiner.
deze plaat. Dat past erin. Mooi. Die past. Mooi rondom. Wat ruimte. Springt hij nog ergens? Bijvoorbeeld hier in een hoekje. Dat zou je dat nog? Hier bijvoorbeeld. Omdat we willen dat de kunst weer opkomt. Maar voordat we dit gaan doen, gaan we deze passen aan de andere kant. Het kan zomaar zijn dat deze precies hetzelfde is als aan de andere kant. En dan kunnen we nu op afwas meteen zagen. Doen we dat niet. En het kunstje zit er al op. En dan wordt het iets lastiger. Het kan nog steeds. Maar het is makkelijker. Omdat nu hebben we de houten plaat. En die is precies goed. Dus dan kunnen we die meteen voor de andere kant ook zo maken. Voor het vastzetten van het wandpaneel, wat weer komt, brengen we eerst lijm aan op deze latten. En dan zetten we het wandpaneel er tegenaan. En om die echt vast te drukken en vast te houden voor een tijd, gaan we hier eigenlijk een stijl latten. Met wat gewoon een foam erop. En die zetten we hier tegenaan. En daar kunnen we. We hebben hier stempels. Stempels gebruiken. Heb je die niet? Dan kun je gewoon een afvallat. Een andere houten lat gebruiken. Kun je tussen hier op de lat. Of hier op. Op deze lat. Drukt. En naar de andere kant van de bus. De kit zit erop. En dan kunnen we hier het is altijd makkelijker als je met z'n tweeën bent. Voilà. De wandplaat is nu aangedrukt met stempels op een houten lat. En ja, controleer gewoon even dat die overal echt is aangedrukt. Nou, bijvoorbeeld hier niet. Dat betekent dat we hier nog een extra stempel of houten lat moeten zetten om het paneel daar echt tegenaan te drukken. Zit die eenmaal gewoon goed op zijn plek, goed vast, dan is het gewoon, dan laat je dat een nacht zo zitten. En dan kun je de volgende ochtend kun je de stempels er vanaf halen. En dan zit het wandpaneel vastgelijmd. Vind je deze video tof? Like de video, abonneer op mijn YouTube kanaal en kijk op sargent.eu.